Hallo kijkers van Dus David Games, we gaan verder met Need for Speed Most Wanted. En misschien zien jullie het al, maar ik heb die auto even veranderd omdat jullie zo zeuren. Dus, wat de, waarom is het? Het is fucking overdag en dan heb ik tegenlicht. Oké, zo dan. Kijk jongens, ik heb die auto al een kleurtje gegeven. Jullie zaten zo te zeuren. Oh shit, ik doe nou mijn toetsenbord, want die Xbox controller is kapot. Dit moet toch... Hop. Hop. Even kijken hoor. Waarom... Why are you not working? Ik vertrouw het niet meer. Kom op. We got this, we got this. Nou in één keer goed. Voortaan gaan we gewoon direct races met een fucking toetsenbord doen. Nee, je gaat niet buiten de bocht vliegen. Kom op, kom op. Oh, oh! Beast mode! Yes! Gundam style. Hoppakee. Die hebben we in de pocket. Oké, drag races doen we voortaan dus gewoon met... Nou, schijn je weer dat licht in mijn gezicht. Even kijken hoor. Drag races doen we voortaan gewoon met toetsenbord. Want het werkt veel beter. It's your pal Razor. Ja. Dat is fijn van je, Razor. Ah! Zo, pakken we even controletje erbij. Dus, oké. Asociaal. Races nog te winnen. 4. We hebben er 2. Oké. Nou, hè, goed begin toch? Auto jullie kleurtje, hè? In ieder geval zat er minder om te zeuren. En gelijk die track race we gisteren zo opvouwden. Dit is leuk. Wat gaan we doen? Wat gaan wij doen? Wat is dit? Tollbooth? Oké. Sprintje proberen. Juist. Dus, leuk dit. Ha, dat was een kort race hier. Mag wel vaker. Oké, denk je nou een keer duotootjes... Tjongjong, een beetje mijn stijl te jatten hier ook. Alleen dan weet ik nu niet meer wat... Oh, dit was mijn turbo. Oké, nice. Dus, kijk, mooi verhaal dit. Ik tweet dus vanmorgen... bij 10 retweets scheer ik mijn kop kaal. Gaat David het retweeten? Ja, dan. Of bij 10 retweets zelfs. Gaat David het retweeten? Ja, dan kom je er wel. Dus ik heb vanmiddag maar even mijn kop kaal geschoren, hè? Dan hou me toch aan mijn beloftes. Wat is met die auto's, man? Want dit is... Het is weer botsautootjesdag. Maar maakt niet uit. Als we maar winnen. Dat is belangrijk. Juist. Ik ben weer helemaal goed gezind. Ik had net even een indompertje. Ik moet, zoals ik al zei, ik moet deze week om... Wat de hel? Nee. Oh, hier kunnen we een shortcut. Oké, nice. Oké, we kunnen weer. Ja, oké, ik heb weer tijd om te praten. Oké, mooi, dankjewel. Dus, ik moet deze week om 6 uur beginnen. Dus dan moet ik er om 5 uur uit. En dat is echt gewoon veel te vroeg voor een mens. Ja, dat weet ik. In principe dan lig je net lekker te slapen en dan ga ik je wekken. Niet echt handig. Dus ik ben helemaal moe en zo, maar dan begin ik weer wat energie te krijgen. Het is wel weer te merken. Ik ben ook best wel een ADHD kindje af en toe. Dus net zat ik, een paar uur geleden zat ik helemaal in te boeien. Ik had zoiets van, die commentary, nou. Kijk die bocht die eraan komt dan. Jemig, hoe verzin je het? Nou, blijkbaar zo. Hier. Oh, onzichtbare muren voor de wind. 360, alles vriend. Oké, nou dat was even gewoon even om het spannend te houden, want het werd zo simpel. Wat? Er ligt wel een Veyron achter ons. Nee toch? Die hebben we helemaal niet in het spel. Ik ga fietsen ofzo. Maar ja, het is niet echt fijn. Je wordt er een beetje zuig. Je wordt er een beetje moe van en zo. En dan een beetje... Dan word je heel erg suf en zo. Ik wou vanmiddag eigenlijk nog even slapen, maar ja... Hè? Ik had gezegd dat mijn kopkaal zou scheren bij die retweets, dus moest ik even naar de kapper toe. In ieder geval, ik zou mijn kopkaal doen. Maakt niet uit wie het zou doen, maar... Dus... Ja, dan is het weer, nu is het avond. Nou, begin van de avond. Dan moet je weer zo'n commentaar opnemen. Ja, ik hou het helemaal spannend voor jullie. Hebben jullie het door? Het is allemaal ingepland, jongens. Gewoon om het een beetje spannend te houden. Ik vlieg overal langs. Nee, deze auto heeft echt... Als die helemaal rijdt... Weet je, dan heeft hij echt een veel betere... Het is allemaal ingecalculeerd, mensen. Ik doe dit allemaal om het spannend te houden. Echt waar, ik zweer het. Nee. Oké, dit winnen we toch wel, hè? Ik kan nog wel een vinger in mijn neus kunnen steken en nog kunnen winnen, bij wijze van spreken. Nee. Nee. Ik hoef geen politie. Even kijken, wat hebben we nog meer? Wat is dit? Circuit. Nee. Speed trap. Dat is met die... Heel veel bochtjes. Even kijken, dit is ook wat bochtjes, maar dat... Dit is 6,1 of 7,6 en 7,7. Dus dit is als het goed is zonder tegenstanders, hè? Wel met verkeer. Laten we dat doen. Ik heb hier echt veel tegenlicht, mensen.
pensioen. Ik had mijn gordijnen wel dicht moeten doen. Ik wil wel een gordijn meer dicht kunnen doen. Ja, hè? Beetje licht is ook niet ongezond. Oh ja, je moet weer binnen die tijd bij die tolboot komen. Wat? Zo snel? Zijn gek geworden, zwaar. Ik zweer je. Nou, oké, zo moet ik stoppen met praten, maar... Ik vind het gewoon leuk om te trollen, weet je. Mensen ergeren zich eraan, dus draai ik het alleen maar expres. Want ik ben altijd heel eigenwijs en... Ik hou van mensen in de zeik nemen en zo. Dus ja, dan ga ik dat alleen maar expres doen. Maar ik zal wel proberen erop te letten. Even kijken hoor. Wat? Ik zie echt helemaal... Oh, zag die drift, jongen. Lijkt een baus. Mijn tweede naam wordt Driftking aan het einde van deze hele serie. Kijk, mijn driften lijken baus. Los erop. Kom maar. Gundam stijl. En ik verwacht zeker wel allemaal duimpjes omhoog, jongen. Omdat ik naar jullie luister hoe die auto moet. Zeg, volgende keer zeggen jullie roze. Dan moet ik er een nachtje over slapen. Maar ik zou erover na kunnen denken. En ik luister gewoon naar jullie. En ja, jullie mogen dingen vragen, weet je. Dat geldt gewoon altijd. Als het maar geen te privé vragen zijn. Sommige vragen zal ik wel beantwoorden. Maar driften lijkt kabas. Dit ga ik heus wel redden, jongens. Ik hou het alleen maar spannend. Het is allemaal ingecalculeerd. Hoppakee. Dus vragen, onderwerpen, doe het gewoon. Wat is met... Ik haal dit. Ik hou het gewoon spannend. Kom op. Gas op dat ding. Rijden in de badkuip, schiet eens op. Oh joh, easy peasy. Kom op. Oh, 1 minuut zoveel. 1 minuut 20 naar de volgende. Vanaf. Oké. Zie mij driften, jongen, hoor die remmen gaan. Traction control, alles slaat erin. Hoppakee. Kom op. Even kijken hoor. Ik wil nog wel eens. Weet je, ik zit op te nemen en dan wil ik nog wel eens op de verkeerde knop drukken. Dan zit ik in plaats van op te nemen, zit ik te streamen. Dan zit ik echt zo. Dus ja, dan zit je wel voor lul, zeg maar. Ja, dan word je niet echt... Oh, ik dacht ik ga naar die shortcut. Maar dat mag niet. Wat is dit? Ik wou die shortcut, hè. Zie ik er een keer eentje die ik normaal op tijd kan nemen? Mag het weer niet. Tjoe, jongen. Even kijken hoor. Zo, weer zo'n bochtje. Ja, hij moet toch allemaal te doen zijn, joh. Oh, ik ben echt bang dat ik het nou weer niet ga halen. Ik verbrats het weer. Ik zweer het. Kom op. Gas op die plank. Die badkuip. Ik vind nou een badkuip. Ik weet niet waarom. Het heeft niks met een badkuip weg. Maar ik vind nou gewoon een rijdende badkuip. Oh. Yes! Oh. Close enough. Ik dacht al, ik was al te vroeg tevreden. Ja. Yeah. Izzy wants to go for it, hè? Die Izzy. Die Izzy wil me uitdagen. Is goed. Kom maar, Izzy. Ik vind dat echt een Russische naam of zo. Niks tegen Russen, maar... Let's do this. Come, bring it. We hebben nog even de tijd, dus kom maar op. You ain't got nothing on me, bitch. Wat is zo fucking... Oh ja, kom maar stoer doen met je RX-8 is het volgens mij. Ja, ik zie het Mazda teken. Zelf een MX-5 gereden wel eens. Ja, is een RX-8. Ah, Japans tegen Japans. Zo, jij bent stoer, jongen. Wauw. Ha, we hebben dezelfde kleurtjes, vriend. Bring it. Kom maar. Pil op jou. Oké. Dat heb ik serieus een keer meegemaakt. Ik stond bij het stoplicht met mijn Corsa. En stonden mensen naast me die spuugden op mijn auto. Waarom doe je dat? En dan regent het en dan is het weer af. Nou, lekker nuttig voor. Nuttig voor is een nieuw woord. Juist. Wat de hel. Hij heeft ook moeite. Zie, ik neem die prullenbak mee. Wat de... Hoe moest ik die bocht nemen dan? Zeg eens eerlijk. Ik doe daar een restart hoor. Ei, dan mag jij misschien ook een Japanse auto. Of is de ene Japan? Nee, ze zijn allebei Japans toch? Ik wil niet dat ik verkeerde dingen zeg. Dat de ene Chinees en de andere Japans ofzo. Hata! Oké, dat zoekt nergens op. Nummer 66 bij mijn panga. Wat split time? Je moeder had gisteren split ook. Time. Kom op. Kijk, wat is het met deze auto, jongen? Nee, deze auto is baas. Deze auto is bestemd om te winnen. En dan krijg je niet weer dit soort gekke streken. Gewoon van, omdat het kan. Nee, het kan niet. Jij moet aan de kant, baklap. Kom hier. Ga. Nee, jij moet aan de kant. Ga even tegen die taxi aanbeuken of zo. Dankjewel. Graag gedaan. Hey, goed hè, ja. Durf maar nog eens naast me te rijden. Doe het gewoon helemaal overnieuw. Kom maar. Oké.
Zo, ADHD eet je op drift, jongens. Nee, je bent helemaal niet aan het driften. Kom op, ik wil dit winnen. Gewoon, omdat het kan. Kom toch maar, gek. Waarom volgt hij mij? Ik heb al vorige keer gezegd dat die koekjes op zijn. Hé, hey, hij beukt me, ik ga driften. Wat is met deze man? Gaat hij me... Echt... Wat donderen, gek. Kom op. Ik moet dit winnen, 77%. Kom op. Jongen, ik wil die aanbiedingen. Ze hebben aanbiedingen bij Zalando. Ik moet daar langs, kom op. Wat? Nee, ik wil niet weer een prullenbak meenemen. Oh, zie die snelheid. Ik zie helemaal niks meer. Ja hoor, we nemen weer een prullenbak mee. Maar dit keer beuken we hem gelijk naar achteren. Shit, ik moet dit winnen, jongens. Nee, hij pakt de binnenbocht. Dan pak ik ook de binnenbocht. Ha! Nee, opzouten. Zo. Bats. Op naar de volgende. Dit gaat wel snel, jongens. We hebben een snelle auto, snelle races. Puh. Sta dan met je Mazda. Bring it, bitch. Kom erop. Mop, jongen, wat is er? En we zijn er weer vandoor. Laten we op naar de volgende finish. Kom maar op, ik ga dit... Ik weet niet, man. Ik heb echt hier gemengde gevoelens over. Ik weet niet. Normaal heb je er altijd wel een goed gevoel over of een slecht gevoel over zodra je start. Maar ik heb hier nog steeds gemengde gevoelens over. Weet je wat het is? Het is gewoon lastig om live, want ik neem dit live op natuurlijk, een commentary te maken. En dan gewoon ook nog eens proberen een goede gameplay neer te zetten, ja. Ik bedoel, pak je PlayStation 2, je PC of wat dan ook. Ga een race-spel doen wat dan meestal raids losmaakt bij je, laten we het even zo zeggen. En dan gewoon hardop, amuserend praten. Ik zou zeggen, probeer het eens. Dat is gewoon, ja... Dat is gewoon lastig. En zet het op YouTube, weet je. Als je in een vraag is, stuur mij een berichtje. Hey, wil je er even naar kijken, weet je. Maar dan zou je, ik bedoel, mijn punt is, dan zou je doorhebben. Dat is gewoon kan vliegen, zie je dat? Nee, maar dan zou je misschien doorkrijgen hoe moeilijk het is om tegelijkertijd dit soort stressbestendige bochten te nemen. Terwijl, gewoon een commentary live en dan goed te racen en alles. Jij gaat echt niet winnen hoor. Oh, we moeten laps rijden. Nou, hè? Je kom jezelf wel tegen dadelijk, tegen een taxi. In zijn spiegel of zo, weet ik veel. Beuk je dadelijk wel. Kom hier. Kom hier. I believe I can fly. Wat een Gangnam Style. Kom hier. Ik zit heel de weekend al dat liedje te luisteren. Er komt op de radio voorbij, ook nog eens. Hij beukt tegen de muur, ik beuk tegen de muur. Toch is hij sneller. Hey, leg me die logica's uit. Totale vrouwenlogica hier ook. Tjonge jongen, ik wil hem inhalen hoor. Nou, ik snap dit niet hoor. Kijk dan, jongen. Je knijt, wat? Wat de fuck is dat voor woord? Je knalt tegen een stoepje aan. Van misschien een paar centimeter. En je vliegt gelijk een dubbele salto door de lucht in hier, hoor. Ik weet niet, maar er zit daar echt totaal geen logica in. Waar er wel logica in zit, is dat ik heel graag wil winnen. Ik volg jou gewoon, vriend. Kan wel heel stoer die lantaarnpaaltjes ombeuken. Hè? Maar dat kan ik ook. Dat kan ik ook. Ik zeg jou. Ik zeg, ga fietsen, vriend. Oh, shh. Ik had weer... Ik zag die dingen echt niet meer. Ik zie af en toe echt geen diepte of zo. Oké, dit is lap 1. Lap 2, ik onthoud het wel. Ik onthoud dit. Hè? Ik pak je dadelijk echt 3 dubbel dwars keer 6 terug. Gewoon omdat het kan. En logische dingen zeg ik nooit, maar dat maakt niet uit. Gewoon omdat het kan. En daarom zeg ik dat. Ik bedoel... ik weet het niet meer. Maar mijn auto is ook zwart-rood. En ja, ik rij, dus ik moet winnen. Dat is gewoon pure logica, ja. En dan moeten we gewoon even geen stoepjes van 2 centimeter met een dubbele koprol. Ik zeg allemaal verkeerde woorden, joh. Wat is met mijn Nederlands vandaag? Echt waar. Ik moet weer terug naar school, denk ik. Dat is ook weer 6 jaar geleden of zo. Denk het? Nee, iets kort, hè. Maar je snapt mijn punt. Dat is weer even geleden. Oh man, die shortcut, man. Ja, peace mode. Nee. Ik weet niet, maar dat zag ik verkeerd aflopen, dus... Wat? Ga ik eens... Stop met die slift! Traction control! Nu! Oké, dankjewel. Ah, komt die weer hoor. Echt, jongen. Gaat fietsen of zo? Nee! Nee! Je mag mij niet inhalen. Dat mag niet. Anders ga jij 5 december mee met de zakken Sinterklaas als je me inhaalt. We hadden bij de finish al een afspraak gemaakt. Of bij de finish, bij de start al een afspraak gemaakt. Dan moet je naar luisteren. Anders lieg je tegen mij. Je mag niet liegen. Dat is niet goed. Kom hier, man. Lijkt wel zo'n razende, rappende reporter. Kijk, ik vlieg gewoon naar de finish. Wow, dit is echt beast mode, jongen. Ik kan echt vliegen. Wauw. Nee. Ik,
heb echt een hekel aan dit soort bocht, jongens. Maar het gaat, het valt nog mee. We can do this. Kom op. We kunnen het. Nee, hebben die weer die dodelijke stoepjes van... Stoepjes des doods heb je hier ook. Oké, we moeten nou even de stoepjes des doods ontwijken. Kom op. Oh ja. Oeh, we gaan dit halen, mensen. Ik hoop het. Hebben we weer gewoon een blacklist rivaal verslagen. Een bangalijst. We gaan verder naar de bangalijst op. Zeg ik het weer en nu zeg ik het luid. Want het kan gewoon, het mag gewoon, dus doe ik het gewoon. Ik weet niet of de gazeur op gaat leveren, maar dat maakt me niet uit. Die had ik nog onthouden, mensen. Heb je het door? Oké. Ik wil het. Nee. Fuck you. Wow, hij kwam wel heel mooi de bocht om. Daar moet ik hem props voor geven. Maar ik ga toch even tweede laten finishen. Pats, jongen. Nou, doe ik even. Hier. Wat is er? Hè? Waarom? Hallo? Wat? Oh, omdat mijn muis erop staat. Ik dacht, waarom heb ik die controle niet? Ik dacht al zo. En kijk, wat doen we? Wil ik zijn auto? Ik weet het niet. Of wil ik eens een keer uniek visual upgrade, uniek part upgrade, performance upgrade? Doen we een keertje, joh. Uniek supercharge upgrade. Hier, krijgen we even. En de volgende doen we gewoon blindelings zo. En wat krijgen we ervoor? Get any car you want from impound. Nou, daar kan ik mee leven. Daar hebben we blacklist nummer 11. Ja. Big Lou. Oh, ik dacht dat het echt zo'n Chinese naam zou zijn. Met z'n Mitsubishi Eclipse. Die auto willen wij. Ja. Want er zaten allemaal mensen om te zeuren. Ja, is goed gedaan van jou. Is goed. Raymond is laat. Ik weet niet of mensen dat kennen. Ja, is goed. Lekker lolvlees en zo. Raymond is laat, weet je wel, dat soort geitjes. Ik weet niet of mensen dat wel zien, maar... Oké, wat een baasauto, echt waar. Bangenlijst. Nu hebben we 3 milestone events en 5 races to win. En bounty moet met 100.000 omhoog. Oké, in ieder geval... Dit ging echt stukken beter dan gisteren. Jullie raan het al, ik kapte hier weer mee. Links voor de vorige, rechts voor de vorige. Abonneer, duimpje omhoog niet vergeten. En bedankt weer voor het kijken, mensen. Later.